lieve kijkers, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Huizen Anno. Ik ben Anne en ik ben hier met mijn twee dochters, Laurie en Billy. En thuis... Ik ben er niet. Oh, ik ben er niet. En thuis ligt mijn vrouw ziek op bed. Ik was gisteren ook heel ziek. Ik heb het ook maar half overleefd. We hebben allemaal buikgriep gehad. Laurie heeft gespuugd, Billy heeft gespuugd, ik heb gespuugd. Nomi heeft gespuugd en ik heb net weer een broodje gegeten. Voelt eigenlijk niet zo lekker. Maar ik heb kaartjes gekocht voor het Wijkse kinderspectakel. Dus ze hebben hier al elk jaar, in het begin van het jaar in januari, 2 dagen de hele sportcomplex omgebouwd tot 1 groot festijn voor de kinderen. En daar gaan we nu heen. Ik moet even kijken hoe het gaat. Gaan we? Ze zijn er gisteren al geweest met oma. Die ging oppassen. En dat was heel leuk. En nou mag ik met ze. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie leuk vinden, meiden. Ja! Ja! Wijkskinderspectakel leuk. We hebben van alles gedaan. Maar ik ben wel even op tijd teruggegaan zodat Billy naar bed kon. Oh, en nu hebben we frustratie met klei. Maar je mag lekker je emoties erop botvieren hoor, meisje. Maar ondertussen ligt er nog een ziek dropje op de bank. En het lullige is... Ze heeft precies 1,5 dag op de nieuwe werk gewerkt. Om zich vervolgens dus ziek te melden. Het is echt verschrikkelijk. Oh, het is echt erg. Maar ik ging het dus proberen. Jij hebt onze diagnose gegeven. Nou. Het was vooral braken. Ja, Laurie begon. Laurie begon. Nee, Billy begon. Nee, Laurie eerst. Oh ja, was vorige week of zo. Nee, met oud en nieuw. Oh ja, met oud en nieuw. Grapje, ik ben al die dagen weer kwijt. Met oud en nieuw. Oh ja, in de nacht van oud en nieuw. Begon Laurie. Begon Laurie, toen ja. Dinsdag op woensdagnacht begon Billy... Met Anne. Oh ja, en ik toen ook. Ging Laurie ook nog even een keer meedoen. Ja. En toen overdag. Woensdag overdag. Toen kwam ik naar huis om alles eruit te gooien. Gekke oogjes. Gekke oogjes. En toen zei Winnie. Die zei, het is het norovirus. En dat schijnt zo besmettelijk te zijn. Dus vandaar dat het ook zo snel iedereen overgaat op dingen. Iedereen van de leg was. Maar dan moet je voorstellen, je zit op je nieuw werk. En ik denk, maar god, ja, ik moet naar mijn werk. Maar ik kon alleen maar gemberthee, wat slokjes. Oh, en toen nam ik een bakje kwark, een paar happen. En dacht ik, ik moet naar huis. Ik denk dat het daar niet goed gaat. Ik ben zo. Oeh, Billy, Winnie. Maar nou gaan ze in één keer lief doen. Even taart maken. Hier. Daar doen ze niks meer. Oké. Okay. Maar wat wilde dus, jij zeggen? Oh ja, dat het met mij dus alweer beter gaat, maar bij jou nog niet. Jawel, het gaat al beter. Het gaat al iets beter. Ik hou mijn eten binnen. Ja. Maar ik heb nog steeds warm, koud. Ja, dat heb ik ook nog wel een beetje. En gewoon. Nee. Ik moet even de meisje in de gaten houden. Ik ben niet blij, Billy. Wow, blij. Mama, deze poppetje blij is niet dan. Moet je hem goed aan. Moet je de onderkant een beetje platter kneden? Kijk eens. Een beetje zo. Dan blijft hij wel staan. Mm. Dit is. Maar hoezo ben je niet blij, Moppie? Nou. Als jullie een mes hebben, dan doen jullie dit. Dit vind ik niet leuk. Okay. Dat vind je wel leuk! Nou, Laura vindt het niet leuk, dus doe maar aan die kant. Zo, vrijdagochtend. Gisteravond heeft Laura weer gespuugd. Dus we zijn er nog steeds niet vanaf. Nomi voelt zich volgens mij al ietsje beter.
Ze heeft in ieder geval vanochtend ontbeten met kwark. Hopen dat dat binnen blijft. En de kerstboom gaat weg. Het is tijd. De hoogste tijd. Oh, en we hebben 2 woezel en pipjes. Want ondanks het spugen van gisteren lijkt Laura zich wel oké te voelen. Ja, de kerstboom gaat weg, Moppie. Gaan deze nog weg? Gaan we die bewaren? Volgens mij is de planning om gewoon lekker rustig aan te doen, want ik moet nog even werken. Ik ga zo om 10:30 werken tot 2:30 of zo. En Noam die moet het maar hier regelen met zijn eigen ziek, zwakke misselijkheid. Samen met de meisjes. 1 ding wel, ze gaan sowieso vanmiddag even slapen allemaal. Dat moet. Goed hoor. Onze knappe muzikanten. Laurie, waar moeten we heen? Laurie heeft een navigatie. Ja. Ja, rechtdoor, mommy. Laura heeft de navigatie. Oké. En we zijn namelijk onderweg. We hadden heel leuk bedacht van, oh ja, het is zaterdag. We voelen ons steeds beter. We kunnen wat gaan doen samen. Alsof we een vrije zaterdag hebben. Want ja, want jij moet normaal naar. Normaal moet werken. En ja. Nu hoeft dat dus niet. Dus, wat dan gaan we doen? We zaten een beetje van, oh, zullen we dit doen? Zullen we dat doen? Zullen we zus doen? En toen belde de vriendin van Naomi, die heel ver weg woont. Die zei, Pannenlappendam. In Pannenen. Die zei, ik ben in de buurt omdat mijn dochter een handbalwedstrijd heeft. Zal ik langskomen? Toen zaten we, ja, heel leuk. Maar eigenlijk zijn we nog een beetje ziekjes. Maar zullen wij anders gewoon neutraal terrein naar de handbalwedstrijd komen? En dan gaan we kijken en dan zien we elkaar weer even. Ja. Dus dat is leuk. En ik vind het ook leuk dat de meiden sport zien, want wij doen dat dus niet. Meer. Behalve fitness. En alleen maar fitness. Maar ik vind eigenlijk dat ze ook het verenigingsleven moeten zien. Ja, ik hoop zo dat onze meiden op een verenigingssport gaan. Dan ben je wel je hele weekend kwijt, hè? Het liefst teamsport. Nee. Het liefst basketbal. Maar ja, dan ben je wel je hele zaterdag kwijt. Maar I love it. Ik deed het altijd met tennis en badminton. Ja, nou. Dus we zijn onderweg naar de gymzaal, sporthal. Ja, in Houten. In Houten. Rechtdoor? Ja, gaan we rechtdoor? Gaan we goed? Ja. Oké. Okay. Maar dan moet je zeggen, je moet rechtdoor, mama. Je moet rechtdoor, mama. Oké okay, dan. Ik ben een meisje. Weet je ook hoe ze heten? Heb je dat al gevraagd? Vienna. Vienna. En hoe heet jij? Line en Vienna. En hoe heet jij? Laurie. Laurie. En hoe heet jij? Billy, ja. Zit ze dan hoor. Zo, wat hier gebeurt. Welkom, het is zondagmiddag. We hebben natuurlijk lekker weer ontbeten bij mijn ouders. En nu zijn we heel even buiten. Want ja, zoals je de tuin ziet, het ziet er gewoon niet echt uit. En we hebben ooit gratis tegels gekregen. Dus we willen een plan maken voor de tuin, wat we ermee gaan doen. En dat willen we het voorjaar gaan doen waarschijnlijk. Maar met de plannen voor de tuin hebben wij dus ook plannen met de schuur. We hebben een hele mooie grote schuur en het is al heel mooi, heel nice. Maar ik wil het nog beterder. En nu zijn de plannen om hem eigenlijk helemaal af te breken en opnieuw op te bouwen. Dus we gaan eventjes meten. Meten is weten. Alles even nameten, weten wat we willen. En dan gaan we misschien wel even een bouwtekening maken. Om vervolgens natuurlijk te sparen, forever sparen. Om uiteindelijk een droomgarage te bouwen. Ja, dat is op het lange termijn. Maar in ieder geval, we gaan even meten. Billy ligt op bed en Laurie mag het ook maar mee naar buiten dan. Het is ijskoud aan het worden. En hier. Hoog,
Waar gaan we meten? Kwartet aan het spelen. Oké. En bruiloft. Wil je vragen aan mommy of ze bruin heeft? Mommy, ik heb bruin. Ik heb bruin. Mommy, Zou ze de vis hebben? Zullen we vragen voor de vis? Mommy, heb je vis? Nee, ik heb de vis niet. Nou, nu is Lau weer aan de beurt. Maar mama. Mama. Heb je bruin? Heb je puin? Ja. Yes. En dan vraag je of ze die heeft. Mama, heb je die? Ik en dan moet je zeggen, hoe heet die? Kussie. Heb je sap? Ik heb niet. Heb je een ladertje? Ik een geit is het eigenlijk. Ik wil zeggen, is het niet? Heb jij een geit? Ja, hebben wij. Wil jij de bruine geven aan Billy? Aan Laurie? Ja, geef hem maar aan Laurie. Ah, dank je, lieverd. Oké, nu heb je er al twee. Dus nu zoek je er nog één. Welke zoek je nog? Mama, heb jij vaker? Nee. Bobby, heb jij vaker? Maar je beurt is voorbij. Dus nu mag ik. Ze stopt hem achter de rug. Ik zeg. Oké, heb jij paars? Ja. Heb jij misschien de vos die tegen de boom aan zit? Ja. Mag ik die? Wil jij die geven aan mama? Heb jij nog kaartjes of niet? Nee, ik heb alleen kwartet. Laurie, heb jij paars? Ja. Heb jij de vos die wegloopt? Ja. Dankjewel, heb ik kwartet. Mama, heb jij bruin? Nee. Oh, jij bent dus klaar. Dan is Laurie. Laurie, jij bent... Mama, ik heb geen kaartje. Je moet aan mij vragen. Je moet aan mommy vragen. Mommy, heb je puin? Ja. En heb je die geit? Je hebt al gehoord. De geit heb je al. En je hebt de vis al. Dus welke mis je nog? Wij hebben allebei gewonnen. Ja. Nu kan ik ervoor kiezen om die tafel door de toko heen te smijten omdat ik boos ben dat ik heb verloren. Of ik kan zeggen, geweest dit. Goed gespeeld. Oké, mam, ik heb een pijltje. Mommy wil die thee proeven en jij en ik. Gaan we boeven? Proeven. Oh, proeven. Thee proeven. Proeven. Ja. Ik denk dat je dood moet doen. Oké, let op. Jij gaat bij mama zitten. Ik wil weten. Ja, ga bij mama. Kom maar bij je, Billy. Kom maar bij me. Oké. Maar ga raden wat zij tekent. Oké. Lekker, Billy! Woehoe! Nou, hoe heet ze dan? Mommy heeft serieus dit getekend. En Billy zegt meteen, het is een hartje. Oké, nu jullie. Goed kijken. Samen tekenen. Hou vast. Jij mag ook roepen, Billy. Mama. Oh. Laurie, roepen. Wat denk je wat het is? Wat denk je wat ze tekent? Huisje! Ja! Zal ik de brief voor je schrijven? Vraag mama. Maar Miesje die wil het zelf doen, want ik ben al heel groot, roept ze. En dan krijgt ze een idee. Ze tekent alles wat ze die dag beleefd heeft. Oma zal opkijken. Miesje is moe geworden. En de meisjes ook. Ja, zeg jullie nog even doei tegen alle kijkers van Huis Anno. Doei! Tot de volgende keer! Yay! Mama, ik vind zo leuk! Doei! Ja, op zijn kop doe jij doei! Ik ben duizelig! Oh nee! Helemaal duizelig! Nog een keer! Grapjes? Ik doe dat nog een keer. Hier is een meisje ook volgens mij. Ja. Mom is boven, taart. En iemand!